Een dag na de 0-3 overwinning trainde een select groepje onder leiding van assistenttrainer Henny Spijkerman buiten. Waaronder Ole Ger, Lienkeren en Maarten Stekelenburg. De doelman hoefde vandaag weinig ballen tegen te houden, maar meer dan anders demonstreerde hij zijn sublieme techniek. Even later werd er geoefend op het afmaken en daar vielen enkele mooie doelpunten, zoals van Mounir El Hamdawi. En van de man die normaal gesproken de ballen tegenhoudt, Maarten Stekelenburg. En terwijl Stekelenburg en co. er flink op losscoorden, trainde de basis binnen. Zoals een van de doelpuntenmakers van gisteren, Miralem Soleimani. Soleimani zou Ajax derde kunnen maken en doet dat eigenlijk heel beschaafd en heel beheerst. Niet zo mooi als die in de slotfase van het bekerduel Ajax nog een treffer bezorgde, maar daarom niet minder gegund voor Miralem Soleimani. De wedstrijd was echt mooi voor ons. Wij winnen nog een wedstrijd. 3-0 out is een mooi resultaat voor ons. En ik denk dat wij spelen goed. En wij hebben ook meer en meer kans. Wij proberen elke kans te scoren. En echt goed, 3 punten. Jij scoorde ook weer. De 0-3 was een mooie afsluiting. Ja, ik scoor nog een keer en is goed voor mij, is goed voor mijn vertrouwen. Ik ga proberen elke wedstrijd te best doen voor mij en ook voor het team. Soleimani. Soleimani! Wat een prachtige! Ik scoor meer en is belangrijk voor mij en ik ga proberen. Scoren meer elke wedstrijd. Precies, vrijdag weer? Ja, ik ga het doen, mijn best. Eerste 3 punten, dan is goed als ik scoor. Winnen met Ajax en als het kan dus, scoren. Hopelijk weer vrijdagavond tegen de Graafschap. En als het hem of een andere veldspeler niet lukt, is er altijd nog een alternatief.